Welkom bij de Luminous Tech Talk Podcast. Vandaag praat ik met twee creatieve jongens, Ivo Domburg en Mike Westijk. Zij houden zich bezig met digitale productstrategie en design. We gaan het hebben over wat er gebeurt als je verschillende disciplines en domeinexperts bij elkaar brengt. Wat er dan ontstaat. En hoe je de verbindende factor kan zijn om complexe uitdagingen op te lossen en tegelijkertijd de menselijke kant van het verhaal niet uit het oog verliest. We hebben het ook over strategie en visie. Waarom je moet beginnen met doorvragen wat achter zit. Wat iemand echt wil bereiken. En over mijn favoriete onderwerp: je onderdompelen in een domein. En zorgen dat je de uitdaging goed begrijpt voordat je gaat nadenken over oplossingen. Ik zou zeggen, geniet van deze aflevering. Waarom werken jullie als, uh, als ontwerpers, designers bij Luminus? Wat toch een beetje een IT-bedrijf is, uh, en niet bij een ontwerpbureau of een uh, ontwerpafdeling binnen een productbedrijf of iets eigenlijk? Goeie vraag. Goeie vraag, zeker. Mike, ik heb hem ook wel eens vaker gehoord, uh, die vraag. En ik vraag het mezelf ook wel eens af. Waarom werk ik eigenlijk bij Luminous? Um, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, ja dat is een meerdere redenen denk ik eigenlijk. Um, wat voor designers heel bevredigd is, is de afwisseling van, uh, van klanten, uh, van domeinen, van type producten. Uh, we zijn graag creatief bezig. En verschillende klanten betekent gewoon uh, ja, verschillende uitdagingen, uh, verschillende mensen leren kennen en daarmee aan de slag gaan. Um, dus dat is eigenlijk een hele directe uh, manier. Ja, ik, denk, ik denk zelf ook wel dat de ontwerpers die bij Luminous werken en die het daar ook jarenlang volhouden, dat zijn ook ontwerpers die wel iets hebben met technologie, maar met name ook met uh, complexe uitdagingen, complexe producten, complexe domeinen. Uh, want wij houden er wel van om ons echt vast te bijten in, in, in iets inhoudelijks. En daar ook echt slimme oplossingen voor te verzinnen. en, ja, en, daar dan... en niet tevreden zijn eigenlijk met de eerste, het eerste idee dat je hebt. Exact. Ja. 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 En, en uh, want dat is wel iets wat ik ook herken zeg maar, in hoe we techniek behandelen vanuit Numenus. En niet tevreden zijn met het eerste, de eerste oplossing. Uh, hoe benadert dat dan vanuit, uh, vanuit de designkant? Zijn er bepaalde tools die je ervoor gebruikt? Of uh, hoe pak je dat aan? Nou ja, uh, ik, ik denk dat wij als ontwerpers in ieder geval sowieso in het vakgebied zit al ingebakken van je, je, gaat, je, gaat, je gaat schetsen. Je gaat niet, je gaat niet uh, met het eerste idee aan de haal en dat gelijk helemaal tot in de puntjes uitwerken en dat is dan je eindresultaat. Maar je gaat eerst uh, een, een, een probleem uh, uh, onderzoeken uh, voordat je überhaupt over. ...oplossingen gaat nadenken, ga je het probleem... ...en het probleemdomein onderzoeken. En daar zijn allerlei methoden... ...en, en, en, en tools voor... Uh, die, ...die je daarvoor kan inzetten. Um, maar... Uh, eventjes terug ook op de vraag... ...waarom dan Luminis? Ik denk dat bij Luminis... Uh, ...dat je iets terugvindt... ...daar dat, dat vind ik in ieder geval erg... ...in Luminis terug... Uh, ...dat wij het beste uit onszelf... ...willen halen en dat ook eigenlijk verwachten van... ...alle mensen om ons heen... ...met wie we samenwerken. En dat is een, een heel... Ja, als je jezelf daarin herkent, is dat een heel prettige uh, uh, werksfeer. En dan maakt het ook eigenlijk niet uit of je met een ontwerppersoon uh, samenwerkt, of met een architect samenwerkt, of met een engineer samenwerkt. Als je allemaal diezelfde mindset hebt van we gaan er het beste uithalen wat in onszelf zit voor die klant, dan, uh, ja, dan, dan werkt dat gewoon heel prettig. Ja, cool, heel herkenbaar inderdaad. Ja, goed gezegd. Wat, uh, uh, wat zijn nou de leukste dingen die je doet, uh, Mike, als je, als je nou uh, de dag begint en je denkt. Oké, okay, vandaag ga ik weer ga ik echt zoiets leuks doen. Ja, dat zijn de dagen dat je echt actief met de klant uh, bezig gaat. Of met de klanten van de klant. Um, morgen bijvoorbeeld start een, een nieuw project. En dan beginnen we met uh, wat we een Intensive noemen. Dus we gaan even samen met een aantal domeinexperts. Um, ja, echt even de diepte in van wat is eigenlijk de uitdaging hier? Hebben we het probleem goed ge gevangen? En dat ook binnen één dag uitwerken tot een eerste schets, een eerste oplossing. Zitten we op dezelfde lijn of niet? Um, dus daar heb ik heel veel zin in. En heel toevallig maandag gaan we naar een klant uh, van een klant. Uh, de klant van ons is Huskus. En wij zijn maandag uh, bij een ziekenhuis om daar... Te spreken over hoe ze de producten daar gebruiken, maar ook gewoon hoe hun werkwijze daar in het algemeen is. En gewoon zo dicht daarop te zitten en daar veel meer begrip voor te krijgen, veel beter te doorgronden. En dat ook weer mee te kunnen nemen, eigenlijk naar onze klanten. De kansen die we zien, dingen die we kunnen verbeteren. Ja, dat maakt het heel erg heel erg leuk. Heb jij er nog een mooie toevoeging aan? Ja, en ik herken het heel erg wat je, wat je zegt, uh, Mike, over uh, het, het in contact komen met eindgebruikers en echt je, jezelf onderdompelen in zo'n wereld of uh, observerend naast een uh, uh, eindgebruiker uh, uh, plaats te nemen en dan echt uren mee te kunnen kijken en je te verbazen over hmm, huh? Doe je het zo? Dat heb ik nooit zo bedacht. En zit jouw wereld zo in elkaar? Dat heb ik nooit zo bedacht. Het geeft ontzettend waardevolle inzichten die je uiteindelijk natuurlijk weer kan verwerken in een, uh, in een ontwerp. Uh, of in een nieuwe oplossing. Ja, dat is altijd wel iets wat je verbaast. Ja, en dat is, dat is gewoon een, altijd een, een, een verrassend proces. Ja. Wat ik ook. Uh, je vroeg wat, wat, is, wat, wat zijn nou de leuke dagen of wat zijn de leukste dingen op zo'n dag. Uh, nou ja, dit is een goed voorbeeld, maar uh, ik vind het ook altijd erg spannend en misschien wel net zo verrassend om met opdrachtgevers uh, het te hebben over uh, strategieën, visies, uh, productdoelen. Die ze hebben, of misschien juist niet hebben. voorafgaand aan een opdracht. of ergens aan het begin van een, van, een, van een opdracht. Dat is een heel ander perspectief. Maar ook daarin vind je als ontwerper. en ik denk als productontwikkelaar in het algemeen. hele waardevolle en soms verrassende pareltjes. waarin je echt je, ja, uiteindelijk het resultaat. naar een hoger niveau kan tillen. En het zijn vaak ook weer heel erg leuke gesprekken. Je dan hebt. Heel gaaf. Uh, kan je voorbeelden uh, noemen van waar we dan voor klanten echt een verschil gemaakt hebben met uh, door design in het hele traject te verwerken? Nee, dat, uh, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee, <laughs> uh, <laughs> uh, ja, er zijn er zijn genoeg eentje die ik altijd paraat heb, omdat ik hem zelf uh, indrukwekkend vond. Tenminste, hij is mij altijd bijgebleven. Dat is al wel van een aantal, aantal jaren geleden, maar ik denk wel dat het typisch beschrijft waar we uh, meerwaarde kunnen bieden. We hebben ooit bij Luminus uh, bijgedragen, stonden we zelfs aan, de, aan, de, aan het begin van de ontwikkeling van een nieuw product voor gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs Nederland. Puls on heette dat, destijds. En dat was een nieuw product, het was een nieuw idee. Gepersonaliseerd leren was echt nieuw toen. Um, en niemand wist precies wat dat betekende. Uh, en wij zelf eigenlijk ook niet helemaal. Maar we hadden daar wel een visie op. Um, en het belangrijkste eigenlijk was om niet tegelijk, tegelijk te gaan beginnen met: oké, okay, hier gaan we dus een ontwerp bij bedenken, bij dit idee, bij dit concept. Maar om eerst met mensen in gesprek te gaan over: wat is dit nou eigenlijk? Wat hebben we hier nou eigenlijk? Uh, in, in de handen. Uh, is dat een product wat uiteindelijk moet gaan voelen als een Outlook-achtig product, of is het meer een TomTom-achtig product? Het ging over gepersonaliseerd leren, dus misschien was het wel een soort routeplanner voor je, voor, je, voor je leerlingen, of misschien was het meer een agenda voor je leerlingen. En om op die manier gesprekken te gaan voeren en ook daar, uh, nou ja. Op door, te, door, te, door te projecteren van als het dan Outlook is, dan zou het er zo uit kunnen zien. En als het dan TomTom Tom is, dan zou het er zo uit kunnen zien. Kom je in een manier van denken en praten met de betrokkenen die heel waardevol is. En uiteindelijk ook heel richtinggevend is geweest voor, uh, voor dat product. En later kwamen we erachter van, oh, we moeten dat best wel ingewikkelde concept ook nog kunnen verkopen. Dat dachten we natuurlijk pas later, hè? Uh, typisch. Maar... Um, we merkten dat het concept niet zomaar door scholen geadopteerd werd. Wij waren er zelf van overtuigd. Maar we moesten een manier bedenken hoe we dan dat gepersonaliseerd leren goed konden visualiseren. Zodat we de uiteindelijke klant uh, daarin mee konden krijgen. En ook daar hebben we weer uh, een visuele manier gevonden om uh, ja, eigenlijk gepersonaliseerd leren begrijpelijk uh, over te brengen. Met, door middel van een, van een bollend plaat. Sommige mensen zullen zich dat nog kunnen herinneren. Sommige collega's. Maar dat was denk ik ook een, een belangrijk moment uh, binnen zo'n heel project. Waar het ontwerp echt wel het verschil heeft gemaakt. Um, Mike, um, we hadden het net over een stukje over de en visie en strategie. Hoe vertaal je dan, als je daarmee bezig bent geweest met een klant, hoe vertaal je dat dan uiteindelijk naar een gebruikservaring? Ja, dat kan op verschillende manieren. We, wat we al met een aantal klanten hebben gedaan is een, een zogenaamde design sprint. Ook daar haal je dus weer eigenlijk verschillende uh, ja, stakeholders uit het bedrijf erbij. domeinexperts, maar ook beslissers uh, uit verschillende categorieën. En in zo'n design sprint ben je in ongeveer een week samen om eigenlijk het probleem te vangen... en te vertalen naar een eerste oplossingsrichting. En wat heel erg helpt... In, in die werkwijze, is, is dat je ineens meerdere afdelingen of meerdere managers bij elkaar zet om het over één uitdaging te gaan hebben. En dan merk je dat uh, dat, dat soms ook momenten zijn dat ze hebben van, ja, hé, hey, dat doen we eigenlijk te weinig dit. We zoeken elkaar te weinig op. Het zijn problemen die je ons allemaal treft. Uh, maar we, we lossen het allemaal eigenlijk op in ons eigen uh, straatje. Um, en ik denk dat, dat je daar heel erg kan proeven dat je het verschil kan maken door... Um, ja, met een soort van designpetje op uh, zo'n zo workshop in te gaan. Um, en dat het dus heel erg helpt, ook omdat je daar uh, uh, bijvoorbeeld een beslissing bij neemt... om ook meteen heel concreet actie te ondernemen. En dat heeft uiteindelijk na zo'n week, staat er iets... wat wel invloed heeft op, ja, wat gaan we nu als bedrijf doen? Zijn we tevreden met het resultaat? Uh, wat is bijvoorbeeld een reactie erop van hun klanten? Uh, en waar willen we heen? Ik denk dat dat heel erg uh, het verschil kan maken. Uh, in, specifiek in de vorm van een design sprint. Um, maar ik weet niet of Ivo of jij zo nog aanvulling hebt. Hoe je dat ook op een andere manier hebt ervaren. Of je nou je ja, wat je, wat je onder andere in design sprints. Of, of hè, in welke methode je dan. als je een methode gebruikt. Uh, maar er, ergens in een ontwerptraject. Kom, kom je vaak op de vraag: en wat willen we hier nou mee? Bereiken. Tenminste, als je, als je het goed doet, hè? Mm -hmm. um, vind ik, tenminste, ik vind dat die vraag sowieso altijd aan het begin gesteld moet worden. Wat wil je nou eigenlijk bereiken? En wat wil je daar dan mee bereiken? Totdat ze geen antwoord meer kunnen geven. En dan weet je, oké, okay, we zijn nu tot op de bodem. Uh, dit, dit, hier moeten we zijn. Want vanaf daar kunnen we weer gaan bouwen. Ergens in zo'n ontwerptraject um, uh, kom je er soms achter dat daar nog niet voldoende over nagedacht is. Hè? Wat willen we nu eigenlijk met dit product bereiken? Vorige week zat ik weer bij een klant die een fantastisch idee had voor een product. Um, maar als je dan gaat doorvragen: wat willen we ermee bereiken? Geld verdienen. Oké, okay, waarom denk je dat je hier geld mee kan verdienen? Nou, we kunnen hier geld voor vragen, daar gaan klanten voor betalen. Waarom gaat een klant daarvoor betalen? Nou, omdat zij daar waarde in, 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 in vinden zitten. Nou, wat is dan die waarde voor die klant? En op een gegeven moment raken ze het loopt vast in die redenatie. En dan heb je dus. Iets gevonden dat hun plannetje. Dus niet, je vraagt die dingen niet om ze onderuit te halen, maar je vraagt het omdat jij die bouwblokken, die redenaties nodig hebt. om uiteindelijk het juiste product te kunnen definiëren. De juiste uitdaging te kunnen uh, vaststellen. om daar het juiste, de juiste oplossing voor te kunnen, te ja, kunnen dat, ontwerpen. Dat, dat merk je wel bij veel opdrachten. Hè? Als ze bij ons binnenkomen en we starten ermee, dan is het inderdaad. Er is al een uitdaging gedefinieerd of er is al een product gedefinieerd. Maar je merkt dat als je daar wat meer op gaat doorzagen, dat er toch vaak iets anders achter zit. Uh, wat ze eigenlijk echt willen oplossen of waar ze echt mee zitten of wat ze echt nodig hebben. Um, en ja, ik denk dat dat voor ons heel natuurlijk is, is om inderdaad tot op de bodem te gaan. Heet het maar blijven vragen ja, waarom, wat zit er achter. Um, dus ja, ik denk dat dat voor ons heel, heel bekend is eigenlijk. En wat het zo vaak tegenkomen. Ja. En, uh, je had het net even over dat je in zekere zin, soms wel de verbindende factor eigenlijk bent om een groep mensen bij elkaar te krijgen die anders misschien niet uh, direct bij elkaar zouden zitten. Ik denk dat is natuurlijk super krachtig dat je daar die verbinding kan, uh, kan maken. Um, wat mijn enige ervaring ook wel geweest, is dat je. Uh, ik heb op verschillende plekken in mijn carrière veel samengewerkt met, uh, met interaction designers of visual designers. En juist al die kennis bij elkaar brengen, en dan gaat het meer op engineers en, en designers, maar juist ook samen met dan de eindgebruikers, ja, daar ontstaat iets magisch op een gegeven moment. Um, ik zie jullie altijd knikken, dat hoort de luisteraar niet, maar oh jullie ja, ja. Ja, 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 klopt heel erg mee te knikken. Ja, ja. Uh, ja um, uh, dat is natuurlijk, wat ik al zie, dat vind ik echt het gave aan, aan die disciplines bij elkaar brengen. Zeker als je daar bij een klant nog allerlei mensen weer bij kan trekken. Ja, die domeinexperts, als die er dan ook nog aan tafel komen, en als je dan een technisch, een modelmens en een designmens, nee. dan ontstaan er inderdaad dingen die je van tevoren niet had, had kunnen bedenken. En dat zijn gave momenten. En dat is inderdaad ook weer antwoord op je eerste vraag. Dat soort gave momenten vind je bij Luminis eerder dan bij een productenbedrijf of bij een, ja, noem het maar op, Juist omdat je ik de variatie hebt aan dat je ja. voor verschillende opdrachtgevers bezig bent. Ja, exact. Ja. Heb je dan ook dat je van de ene opdrachtgever weer dingen geleerd die je bij een ander weer toepast, of is dergelijks? Ja, absoluut. Ja, soms ook wel. Uh, maar goed, dat is hetzelfde als wanneer je, nou ja, wat is het voorbeeld? Oh ja, als je een auto hebt besteld of uh, dat je ze ineens overal ziet rijden. Dat uh, idee, dat heb ik bij, bij klanten ook. Als ik bij, bij klant A uh, iets heb uitgeprobeerd. Wat werkt, waarvan ik positieve ervaring heb, dan, dan zie ik ineens overal andere opportunities om me heen om dat, datzelfde te gaan toepassen. En dan moet ik altijd wel kritisch op zijn: van ah, wacht even, nu ben ik nu ook aan het projecteren. En daar ben ik me ook wel bewust van, maar het is wel zo dat je het natuurlijk meeneemt en uh, daar steeds uh, nou ja, ervarener en rijker uh, in Ja, moet. het voordeel is dat je ook, omdat je in verschillende domeinen actief bent, dat je dus een, een idee of een oplossing uit het ene domein kan kopiëren naar het andere, waar ze zelf misschien nog niet aan gedacht hebben. Um, om, ja, om iemand anders dus eigenlijk daarmee te helpen. Ja, Je toolbox is gewoon, of je ideeënbox is ja. eigenlijk uh, heel, heel breed. En, en dat is dus denk ik ook weer het voordeel voor onze klanten dat wij bij Lumenis werken. Absoluut. En niet bij een ontwerpbureau. Dat je toch, ja, het is, en niet alleen in technische zin, hebben een hele brede kennis. Maar ook, ja, zoveel klanten, zoveel domein actief. Dat neem je gewoon mee. Cool. Hey, Ivo, wat ga jij van het weekend eigenlijk doen? Ehm, um, eens even denken. Dus, uh, wat zal ik gaan doen? Um... Wat een on onverwachte wending. Ja, het is een onverwachte wending. Het, en, en zo beginnen mijn zaterdagochtenden meestal uh, ook hoor, moet ik zeggen. Dan wordt aan de ontbijttafel uh, gezegd, Hè, wat uh, gaan we dit weekend eigenlijk doen? En dan reageer ik eigenlijk een beetje op dezelfde uh, manier als Heb dit. je een leuk boek of zo dat je gaat lezen? Of, uh... Uh, nee. Nee, niet echt. Ik hoop dat het mooi weer is en dat ik uh, een, een uh, mooi eind kan uh, gaan fietsen. Uh, dat doe ik graag in het weekend. En ook als het slecht weer is trouwens, doe ik dat ook. Dus ik als denk is, dat ik uh, lekker ga fietsen. Als het is als vandaag, dan komt het toch goed in. Ja, hè? Ja. En Mike, wat ga jij doen? Uh, dan zou ik gaan hardlopen als het mooi weer is. Uh, ja, we, helemaal niks eigenlijk. Gewoon lekker relaxed. Nou, dat hoort er ook bij, toch? Ja, precies. Tot? Nou, dank jullie wel voor dit gesprek. Graag ik het in ieder geval uh, heel leuk. Ik ook. Ik ook. Bedankt. Zo, oh, die laatste vraag hadden ze even niet zien aankomen. Ik hoop dat we je een inkijkje hebben kunnen geven in hoe je kunt omgaan met de menselijke kant van techniek. Een aspect dat vaak veel meer kan toevoegt dan het inzetten van techniek alleen. Zorg dat je je abonneert op deze podcast. De komende tijd kun je iedere maand een nieuwe aflevering verwachten. Met onderwerpen zoals sustainability in IT, cloud security en zelfs een over domain-driven design. Ook zo'n techniek waar je een domein beter probeert te begrijpen, maar zijn oorsprong meer heeft aan de kant van techniek en architectuur. Je kunt ook een van de vorige afleveringen beluisteren, bijvoorbeeld die over sprekende conferenties. Ciao!